is niet goed. Hoe oud was hij? Allemaal hallo! Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag ben ik met Vita. En Nina. Woe! En wij gaan een shoplog doen. We komen net terug van de Hema en de Kruidvat. Dus laten we maar snel beginnen. De tas zit aardig vol. Het is een H&M tas, I know. Maar ja, we zijn niet naar de H&M geweest, maar recyclen, jongens. Dus als eerste heb ik dit gekocht. Dat is een Bye Bye eye make-up remover ding met watjes erin. En daar is al make-up remover op. Dus ja, dat is heel handig. En Bo heeft dat ook. En volgens mij, eigenlijk weet ik het zeker, dat was 2 euro. Dan heb ik deze stickers. En dit zijn gewoon van die bolletjes. En ja, als jullie mijn back to school video nog niet hebben gezien, dan kan je even opkijken. En ja, ik heb alles een beetje... Dan kan je even opkijken. Ik heb alles een beetje in het thema, dus deze ga ik plakken op een schriftje. En dat gaan jullie zien in de DIY. Ja. Yeah. En deze was 75 cent. En dan komt het geweldige Nina. Geweldig, want hij heeft niet heel veel gekocht. Maar ja, het is zo geweldig dat het wel oké is. Dus. En als eerste heb ik gekocht deze spiegel. Ja, dit is zeg maar een spiegel. Nee, joh. En ja, er zit een spiegel onder. Dus ja. En dat heeft zo'n 3 veertjes. En hij was 1 euro. Dan heb ik 2 sets van 2 schriftjes in ieder set. Dus 4 schriftjes gekocht. Eentje heeft parapluutjes erop en eentje heeft visjes erop. Dit is trouwens voor middelbare school. En eentje heeft visjes erop en de andere kant heeft ook visjes. Dus ja, ik vind het er wel heel leuk en schattig uitzien. En bij Bo's back to school video zie je dat zij ook zoiets heeft gekocht. Dus, ja. En één zo'n schriftding kost 2 euro. Dan heb ik dit pakket gekocht en ik had al veel te veel schriftjes. Maar ik wil deze voor jullie gaan DIY'en. Ik heb even dus 10 schriften gekocht. En het zijn 5 grijze, zeg maar gewoon die kartonachtig. Grijze, het zijn geen grijs. Het zijn 5 kartonachtige en 5 zwarte. En deze waren 2 euro. Daarna heb ik ook rekbare boekenkatten gekocht. Ik heb een setje van 3 rekbare boekenkatten. Deze zijn alle 3 pastelkleurtjes. En ze zijn paars, blauw en roze. En dan heb ik ook nog één rekbare boekenkat gekocht. En deze heeft een hele cool patroontje. Dus ja. En samen was dat 4,50 euro. En, wat je was vergeten te zeggen, die met de 3 kleuren is 3 euro en die 1 is 1,50. Dan heb ik een spiegeltje gekocht en dit is met een magneet. En deze kan je dus in je locker doen. En heb ik ook! Nu zien jullie. Wow! Het is nu oranje en er staat op very happy, maar ik vind het niet een heel leuk printje. En ik ga met mijn schoolbordverf hem inkleuren. Ja, maar niet de spiegel, gewoon omheen. En deze was 2 euro. Nou jongens, jullie komt een geweldige Nina. Dus jullie zijn hier al heel erg lang aan het uitkijken. Maar kijk wat ik heb gekocht, jongens. Handgel. Ik heb dus handgel gekocht omdat het er leuk uitzag. En hij was maar 1 euro. Dat is haar enige reden, jongens. Ja, nee, wacht even. Ik ga het even gebruiken, hoor. Want ik wil even kijken of die wel mooi is. Ja, mag dus ik ook wat? Is dat lekker? Ja, je moet gewoon zo, dan hoef je niet eens af te wassen. Weet je hoeveel zwart dat mag heeft? Mag ik ook wat? Ja, dat is een soort hand sanitizer ding. Oeh, het ruikt wel lekker. Ja, maar we gaan door. Terwijl zij dat doen, gaan we door. En trouwens, jongens, hallo, dit hoort bij elkaar. Dus dat is mooi. Daarna heb ik 6 magnetische metalen haakjes gekocht. Voor in mijn kluisje. En dan kan ik zo dingetjes aan hangen. Bijvoorbeeld een tas, maar boven dat onzin. Maar dat kan, ja, je tas kan niet in je locker aan een haakje. Maar jongens, wat het is, het is magneet. Je kan geen tas aan een magneet hangen. Ja, maar gewoon sieraden. Zo, weet ik veel. Ja, sieraden is een leuk idee. Dus deze. Dankjewel, inderdaad. Dus deze. En hij is 2 euro. Dan heb ik deze sticky notes gekocht. Maar dit zijn niet zomaar sticky notes. Deze zijn doorzichtig. En deze ga ik gebruiken voor in mijn boek. Want in je boek kan je niet markeren met je markers. Want ja, dat mag natuurlijk niet. Dus daarom kan je het met sticky notes doen. En deze waren 75 cent. Oké, Dan kom ik weer naar het... Oh, dat deed echt pijn, jongens. Ik heb even respect voor het feit dat het pijn deed. Dus ik heb dus dit gekocht. Dit is een, eigenlijk een etui, maar goed, ik ga het gebruiken voor deze 2 dingen. Alleen voor die 2 dingen? Nou, ik weet niet, misschien vind ik nog iets leuks, weet je. Dan stop ik het ook in. Altijd handig zo'n tas en het ziet er leuk uit. En dat is maar 1 euro. Dus ja, en daar hangt een vis aan, dus dat is heel cool. Je koopt gewoon alles van 1 euro. Ja.
Ja, dus ja. Dat was helemaal echt. En ik hou er heel erg van, dit rubber te kauwen, dus daarom ook. Oké. Dan door met de kruidvat. Bij de kruidvat hebben we wat meiden dingen gekocht. Ik heb als eerste een coverstick gekocht. Dat is eigenlijk een soort concealer en ik doe dit niet echt aan, maar misschien ooit voor feestjes of zo. En het is een soort lippenstift vorm en het is van NYC. €2,79. Dus ja, 2,80. Daarna heb ik dit eyeshadow brush kwastje gekocht. En hij heeft een heel leuk roze kleurtje. En hij was... Er staat gewoon make-up essence. Weet ja. Ik veel. Hij was 1,40. En dan heb ik een Quattro palet gekocht van Essence. Zo, helemaal mooi. Of Essence. Zal ik het vind ik echt lelijk als mensen dat zeggen. Ik kan het is nummer 05 To ja. Die For. En ze hebben, en ik vind het een hele mooie... Dat ze hele mooie kleurtjes hebben. En ja, ik vind het gewoon een leuk paletje. En dat was €3. En dan heb ik ook nog een bros gekocht voor 75 cent. En die heb ik natuurlijk opgegeten. Dus dat kan ik jullie niet laten zien. Maar het was lekker. Dan heb ik een concealer brush gekocht. Waarom noemen ze niet gewoon een concealer kwast? I don't know. Maar ik vond hem wel een leuk kleurtje. En deze was... 1,60. Nee, dat was niet zo. Jawel, deze was 3 nog wel. Ik snap het leven niet meer. Ik ook niet, meid. Hey, deze was 1,60 denk ik. Ik weet niet zeker. En dan heb ik dit concealer paletje gekocht. En het heet All I Need. En het was 3 euro. Ja. Nee, het was 3,59 euro. Essence? Het Essence. Essence. Oké, nu ga ik even iets laten zien dat ik nog nooit heb gekocht. Maar goed, zij zei dat het goed is en dat soort stuff. Maar dit concealer gebruik ik voor de rest nooit. Maar ja. Dus dat. En wat voor kleur is het? Dat weet ik niet, bruin of zo. Dit is nummer 04 Soft Honey. Maakt dat nou weer uit? Nou, dat weet Willem. Honey. YouTuber. Honey. En deze kostte? €2. €2. Dit bedoel ik heel veel zwaar. Oh, dat heb ik eigenlijk nog niet gezien. Oh. Okay. Nou, dit is zo swaggy. Ik weet niet waarom ik het mooi vind, maar dat vind ik gewoon cool. Nou, dit is zeg maar zo, dan kan je zo met zo'n punt eraan, hier ook zo'n punt met zo'n bol eraan. En dan kun je zo op je nagel. Ja, ah. Hier kan stipjes en zo. Ja, ik vind het figuurtjes. Leuk. En nagel designer. En ik heb een bol gekocht en was zo lekker. Nee, en die nagel designer was €1,50. Heb ik al gezegd. Maar tenminste, nee. Ja, dat heb ik wel gezegd, jij. Bol. Tenminste, en ik heb een bros gekocht. En echt, als je een bros koopt, ga niet naar de hemel, want dan zijn ze €1. Maar je krijgt van 75 cent. Dus de wijze les van Nina, oké? Dus. En dan zeg ik heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Als je meer van mij wilt zien, staat in de beschrijving. En als je meer van hun wilt zien, staat ook in de beschrijving. Geef even een duimpje omhoog en abonneer.